Na heel veel jaren waarin vaak toeristen in IJsden kwamen zoeken naar de bekende plaatjes uit de tv-serie, is er nu, heel actueel, een interactieve wandelroute over het dagboek van een herdershond. Het idee achter de wandelroute is eigenlijk dat we het verhaal achter de schermen naar buiten wilden brengen. Het is een route langs alle filmlocaties. En om die tot stand te brengen zijn we gaan praten met mensen die zelf betrokken zijn geweest bij de opnames. Dus figuranten, acteurs, mensen die in de organisatie zaten. En zo hebben we eigenlijk een soort van uniek kijkje achter de schermen kunnen creëren in combinatie met een prachtige wandeling door deze omgeving. Ik heb hier het boekje met de wandelroute langs allerlei interessante plekken waar filmopnames zijn geweest. In het boekje staat uiteraard de route, maar ook QR-codes. En die QR-codes die kunnen gescand worden en dan zie je een filmpje van ongeveer een minuutje over een beschrijving van een moment in de serie of van een figurante die zijn ervaring vertelt hoe dat was om mee te doen. De boekjes die zijn te verkrijgen vanaf deze week op diverse Visit Zuid-Limburg punten in IJsden-Margraten horecagelegenheden. We hebben in de gemeente een speciaal team samengesteld dat zich bezig heeft gehouden met de ontwikkeling van deze route. Het is ook meer dan de route alleen. Tijdens de maanden dat de musical wordt opgevoerd in het MEC, wordt de route aangevuld met activiteiten. Ja, zo kun je bijvoorbeeld de route met een gids boeken. Oud-Hollandse Spelen te doen. Er zijn allerlei dingen te boeken. Die zijn vindbaar via Visit Zuid-Limburg. En eigenlijk met het gehele team hebben we daar naartoe gewerkt. Nu in Maastricht de musical Dagboek van een herdershond wordt uitgevoerd, denkt IJsden terug aan de tijden van de tv-opname in 1977. IJsdens verleden heeft een grote schat aan originele foto's en documenten uit die tijd. En die willen ze graag laten zien. Nou, we zijn hier bezig met de foto-expositie van de herdershond. Door Stichting IJsdens Verleden wordt dat georganiseerd. En we beginnen natuurlijk met het jaar 1977, toen de videoopnames zijn gemaakt. En we gaan dus ook verder naar 25 jaar feest, herinneringen. En nu de afgelopen maand om in de Diepstraat de presentatie van de nieuwe speelsters. Nou, in het Ursulinenconvent en in het Sociaal Centrum kun je de foto's bezichtigen over de herdershond op werkdagen van 11 tot 5. En ze zijn gratis te bezichtigen. Op 9 mei ging de lang verwachte verbouwing van het Sophianum in Gulpen van start. Leerlingen mochten de eerste sloopgaten in de muur slaan. Hoe kunnen wij er zorg voor dragen? Dat was de cruciale vraag, gezien de krimp die er toen nog zeker was. Dat wij onze maatschappelijke opdracht op breed onderwijs, dus alle onderwijs wat er is, van VMBO, basiskader tot gymnasium, dat brede onderwijs hier in een dun bevolkt gebied te kunnen blijven aanbieden. Wij voelen die opdracht en die verbondenheid met de regio heel sterk. En wij willen gewoon een hele goede school voor alle leerlingen. Eigenlijk zeggen wij wel eens, niet negatief bedoeld, maar positief. Leerlingen hoeven wat ons betreft niet naar de stad. Absoluut, dus het was het samenvoegen van die vier domeinen met een nadrukkelijke taak. Zorg dat moderne onderwijs in een oud karkas, om het maar zo te zeggen, de komende 30 jaar weer vooruit. Waarbij jullie nadrukkelijk aangaven, voor die vier domeinen er is geen eenheidsworst, want dat zijn de vragen en de behoeftes van de leerlingen zeer verschillend. Hè, tussen VMBO en het VWO zitten grote behoefteverschillen.
Dat is daarom ook procesmatig heel fijn dat we met groepen leerlingen eigenlijk dat plan hebben kunnen laten evalueren. En we steeds door wat te oefenen met elkaar, luisteren, weer wat geven, weer luisteren, is dat plan eigenlijk gegroeid. Straks loopt er door het hele gebouw vanaf de parkeertrein een centrale as die boven eindigt op het plateau. En die de school is gewoon aan de heuvellandkant echt opent. De binnentuinen, nu eigenlijk helemaal niet in beeld, worden niet gebruikt. Die proberen wij toch ook in te zetten als een soort buitenlespleinen. De lessen gaan zoveel mogelijk gewoon door. Het is nu officieel begonnen, dus in een gat in de muur, we kunnen niemand terug. ProMemoria.nl is gespecialiseerd in het maken van videoportretten door middel van het door u aangeleverde fotomateriaal. Deze wordt sfeervol weergegeven in een door u gekozen thema. Tevens verzorgen wij de technische faciliteiten op audio en visueel gebied tijdens de uitvaartplechtigheid. Van tv-schermen tot geluidsapparatuur of volledige registratie van de plechtigheid. Voor meer info kijk op onze website of bel 06513 06432. Nee, Tim. Dan vliegen ze toch door de hele auto? Ja, hier onderdoor. Maak er wat moois van. Hey. Ja, je zoon laat zich niet storen tijdens het sturen. Rij zonder afleiding. Rij mono. Ik heb een aantal kwetsbaarheden. Ik ben geboren met een schistus, waardoor onregelmatig vocht in mijn oor, gehoorverlies. Begin van de lagere school, links een lui oog en rechts sterk bijziend. Ik heb gewoon kunnen functioneren, 2 hbo-studies gedaan en een fulltime baan. Tot 10 jaar geleden. Ik werd plots doof aan mijn rechteroor. Van de een op de andere dag viel mijn gehoor weg. Toen veranderde er veel. Daarna kwam er ook nog tinnitus, oorsuizen in mijn dove oor. Onderzoek wat aan de hand is, niks kunnen vinden. Een medicijnenkuur, geen herstel, helaas. Ik wist niet wat er aan de hand was. Ik werd oververmoeid. Ik wilde mijn gewone leven blijven doen. Ik was een Don Quixote. Ik zette mijn turbo in. Maar ik werd oververmoeid. Het lukte niet meer. Mijn werk viel weg. Ik mocht mijn werk niet meer doen. Zoek toch naar passend werk was een enorme worsteling. Oh ja, en zingen, mijn passie, mijn zingen. Nee, helaas. Ik durfde niet meer. Ik ging op zoek naar gehooroplossingen. Niks werkte. Ja, en nu? Tot ik een jaar of 5 geleden weer ben beginnen met zingen. Ja, het lukte weer. Ik kreeg een solorol met professionals in een opera. Ik ging in koren zingen van gerenommeerde gezelschappen. We gingen toeren door heel Nederland. Leuk!
Ik kreeg weer energie, ik kreeg weer zelfvertrouwen. Mijn eigen waarde kwam weer terug. En dat werk, opeens pikt iemand mijn verhaal op en ik bied je een baan aan. Ik heb nu een part-time baan aan de balie van uw museum in Maastricht. Ik geef wel structuur, ik tel wel mee, ik heb contact met mensen. Wat heb ik nodig? En om een gehoor te ondersteunen, heb ik toch een gehooroplossing gevonden, een Bicos. Ik heb 2 gehoorapparaatjes, rechts een microfoon, wat het geluid opvangt dat ik rechts mis, en dat brengt het naar mijn linkeroor, waardoor ik makkelijker kan communiceren. En daarnaast heb ik nog een tafelmicrofoon. Die leg ik op tafel bij gesprekken, 1-op-1 of in een kleine groep waarbij men 1-voor-1 spreekt. En de akoestiek is droog, een goede akoestiek. Het geluid wordt via het apparaat naar mijn goede oor gebracht. Heerlijk, veel relaxed luisteren. Ik ben blij met deze nieuwe balans in mijn leven. Oké, ik moet mijn grenzen heel goed in de gaten houden. Ik moet erop anticiperen. Maar besef, je ziet het niet. En dan zeggen als mensen om het uit te leggen, loop de hele dag maar eens met 1 been. En doe alles met 1 arm. Dat is leven met 1 oog en 1 oor. Maar ik ben blij hoe het nu gaat. Vertelde je dat er op dit moment bezig was in als producer voor
En een televisieserie. Oh, wat leuk, en wat is dat voor serie? Ja, het dagboek van een Adelson, nooit van gehoord. Ja, en die gaan ze opnemen in Ezen. Ik zei, oh, in Ezen, leuk, daar ben ik vandaan. Oh ja, 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 oh, en? Ja, en zeggen, wat deed een producer eigenlijk? Ja, die moet zorgen dat er overal zo'n plaatsjes vindt hoe ze gaan filmen. En die moet zorgen voor decorstukken, en die moet figuranten bezoeken. Ik zeg, en wat ben je, hoe ben je nu nog op zoek? Ja, zei hij, nu heb ik een groot probleem. Ik moet 3 pipo-wagens hebben. Woonwagens. Eigenlijk hoe ze geunen ze met rondtrekken nog, dus met wielen, drum. Ik zeg, ah, dan treft ze het. Wieso? Ik zeg, ja, ik werk met de Stichting Woonwagenwerk Zuidelijk Zuid-Limburg. Op de Winkelslaag, bij Maastricht. Maar we hebben ook nog allemaal kleinkamertjes in Bun en in Wittem en weet ik veel, Geulpen. Ik zeg, en ik weet hoe in ieder geval, ik had van die pippen worden steunen. Och, maar die waren blij, want dan hadden we gezeugd en dat vond maar niks. Ze waren heel kentaar van Willy van Hemel ook, want dat waren echte, origineel, authentieke wagens. Kans ingericht, daar hoefden ze niks van in te inzetten, allemaal kant en klaar. En de zigeuners hoefden zelf niet erin, want ze gingen gebruikt werden op een kermis. En daar stonden ook al die oenwagens, maar ze wilden de echte, originele van Doe hebben. En niet die wat nu in Nederlands meer mobiel zien. We acteur, maar bij de KRO hebben ze hem ingehuurd als producer. Omdat er dus hier in Eckerde woonde, niet de streekkoos en de luikkoos. Dus die moet helpen als hem die koos hier niet is. Dus dat werkte heel erg snel bij ze. Het was een hele aardige jong, een heel ding. En nou in Eckerde hadden we een grote witte boerderij, schuin tegenover de kerk. Nu hebben we de dorpscafé. En daar komen ze dan ook. Maar meestal even van ons af gingen, dan waren we een keer bij hen binnen. En dan dacht ik, kom, we gaan even neer zitten, dan kunnen we eens een drinkje. Er had gewerkt ook bij de toenmalige toneelgroep Limburg. Dat was een groep, een theaterproducentschap met Limburgse acteurs. En die trokken ook door heel Limburg rond. Dat was de toneelgroep Limburg. Dat waren beroeps. Nou, zegt hij, natuurlijk, omdat hij in de regio woonde in Eckerder, houden veel contacten met lui. En ze voor best wat slim. Als zij wist dat op zaterdagmiddag in een café, het kelderje in IJzer, een hoop lui bijeen zaten, dan waren we in Rotto. En dan gingen we daar vragen van, ik zoek nog een zo'n oude boerderij met een binnenplaats, of ik zoek nog een zo'n kastine, hoe we gaan kunnen filmen. Of die koorstukken, wat er nu gaat is voor wie mecht hij, die woonwagens. En dan wist ze van precies hoe we moesten zien. Dus daar hebben we heel snel netwerken opgebouwd. Die lui natuurlijk hoe het Helversum niet houden. En dat wil ik zien graag. De foto van de klas die we net zagen, dat is een opname van een studio-opname die gemaakt is in Hilversum. Dat is gebeurd in de periode na de zomervakantie. Ik zat toen al op de brugklas en kon helaas niet deelnemen. Nou. In de maanden voorafgaande aan de zomervakantie hebben wij met de 6e klas van de lagere school van de school in Mesh deelgenomen als figurant aan de opnames van Dagboek van een Herdershond. Ik heb een aantal rollen mogen vervullen. Ik was figurant als zijnde misdienaar tijdens alle preken en misscènes in de kerk hier achter ons. En dat waren vrij lange dagen. Om 6:30, 7:00 ochtends moesten wij verzamelen in het Ursulinenklooster. Daar moesten we omkleden. Daar was er vervolgens ontbijt voor iedereen. En heel veel mensen van IJzer deden daaraan mee.
En wat vooral voor mij als jongetje van toen 12 jaar ja, heel indrukwekkend was, was om daar ook ja, bekende Nederlanders te zien. En dan denk ik aan Joop Doderer en Ko van Dijk en Bruni Heinke. En dat waren allemaal acteurs die ik wel kende van de tv. En nu maakte je die dan in levende lijven mee. Kleine anekdote, wat ik weet als wij hier aankwamen 's ochtends, dan waren we natuurlijk allemaal gekleed in de kleding zoals de tijd van de serie. Maar in de kerk was het ook de bedoeling dat de mensen die daar zaten misboeken hadden, rozenkransen, andere attribuutjes wat gebruikelijk waren in de kerk. En wij als jongetjes figureerden, kregen dan vaak de opdracht om die aan al de acteurs uit te reiken. En zo weet ik nog dat ik een aantal jaren daarna, ik zat geloof ik in de tweede of derde klas van de middelbare school, kwam er een docent Nederlands de klas binnen en die zei, goh, ik heb een foto van jou. En wat bleek, ik stond in de KRO-studiogids, een foto van mij samen met Ko van Dijk en nog een aantal bekende acteurs, waarbij ik hun de rozenkrans en andere misattributen aanreikte. En al met al, ja, ik kijk daar met heel veel plezier aan terug en nog steeds elke keer als ik ook zelf door het dorp loop, worden een aantal plekken heel erg gememoreerd aan die serie. En als je denk ik, de serie nu helemaal terugkijkt, dan krijg je ook een heel mooi beeld van hoe ons mooie dorp er nu nog steeds uitziet. Het is de meute
beslist toch alweer. Zit ze toen tot de weg in je peer. Absoluut aan het keer om het brein. Nog eens lekker goed. Al dat zwetsen en dat kletsen. Door ons gevaten bij de wien. Heb je jeugd aan onze kretsen. Het lieve kind zoet zijn poëzie. Is de muis die beslist toch alweer. Iedere dag heeft de ziel op het weer. Weer zijn daring maar gelukkig en blij. Jok op weer de snoer. Het is de muis die beslist toch alweer. Sinds je toe zond en weg via je peer. Krijg zo gruut aan het keer aan de splein. Nog eens lijkt aan goed. Beslist toch alweer.